Over boeken gesproken, ik zie er weer een paar boekjes liggen. Nou, hoor. Dat is wel leuk. Oh, het is altijd leuk. Het is altijd leuk als de voetbalboekjes uitkomen. Er is een meisje uit Tilburg, Levelijn Verwijs. Die is van de School van Journalistiek. Ze is 24 jaar. En die heeft een alleraardigst boekje geschreven over Frans Sol, die al weg is. Maar dat was nu wel een local hero. Dat zijn boekjes die eigenlijk alleen voor Willem II-supporters leuk zijn. Maar het is wel heel leuk dat zo'n meisje dat doet. En er is een aardig boek over Frans de Munk uit. En dat is geschreven door Danny van der Linden, de Zwarte Panter. En dat zullen jullie net niet meer zo voelen, maar dat was voor mij een jeugdidool. Die man had de uitstraling van een filmster, heeft ook in Duitse films gezeten. En ik weet toch wel... Oorlogsfilms? Nee. Nee. Liefdesfilms. Frans zat alleen in liefdesfilms. Er ging altijd het gerucht dat Frans de Munk een affaire had met de vrouw van Hans Kraaij. En ik kon heel goed met hem opschieten. En ik heb er gewoon een keer gevraagd. En toen zei hij, Johan, schei uit. Ik had wel anderen in mijn boekje staan. Weet je wel? Zo'n man was het. Bij Veendam viel hij toch altijd uit. Na 10 minuten schoot het in zijn rug. En dan ging hij de vrouw van de rechtsback liggen neuken thuis. Want die kon niet thuiskomen. Dat was Frans de Munk. Maar ik kwam in Drenthe wonen. En uit de omgeving Nijmegen. En dan vond je vreselijk naar Drenthe. Hè? Ja. En op hetzelfde moment wordt Frans de Munk verkocht naar Veendam. En dan ging ik helemaal uit Drenthe op de fiets tegen de wind in naar Veendam. Dan kon je daar nog achter het doel staan bij Frans de Munk. En in de pauze wisselde ik met Frans. Weet je wel? Ja. Ja, dat maar was... Even, het was ook een hele goede keeper, hè, voor de duidelijkheid. Nou, een waanzinnige keeper was het. Ja. Hij heeft, ik geloof, op zijn 47e gekiept bij Cambuur. Maar hij heeft nooit zijn haar geverfd, toch? Nou, die verfde meer zijn haar nog dan jij. En dat wil wat zeggen. Niet. Ja, echt waar? Hebben we ook, René en ik, ook merk haar een speciale shampoo dan weten met we kleur. Dat verkoopt, dat is de tering. Ja. Zou het zijn, als jij je haar zwart zou verven, hoe dat eruit zou zien? Dat zou toch geweldig zijn? Ja, maar zo'n type ben ik niet. Nee? Nee, ik sta ook niet met zo'n veter op zijn boot. Wat heeft dat nou mee te maken? Ik bedoel, Van de Hanegem heeft er ook geen veter in zijn reet. Ik bedoel, die heeft er ook zijn haar geverfd. Wat is dat nou? Moet je luisteren. Mevrouw Van Hanegem heeft mij verteld... Ja? Willem verf zijn haar niet en ik geloof haar op haar woord. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.